Goedenavond allemaal, welkom op deze presentatie van SkyWorld Community over Unitsky String Technologies. Mijn naam is Ulkerijic en ik ben officiële spreker voor SkyWorld Community. Daarnaast ben ik ook een van de leden van de communicatiegroep die verantwoordelijk is voor de communicatie binnen Nederland. En ik ben professioneel gebruiker en tester van de applicatie Adva Hunter. Dat is een applicatie die gebruik maakt van augmented reality en daarover ga ik later in de presentatie iets meer vertellen. Het milieu is op dit moment een hot item. Er zijn vele bedrijven die op dit moment iets aan het uitvinden zijn of dan wel iets aan het proberen zijn om de opwarming van onze aarde een stukje terug te dringen. Helaas maar waar is er op dit moment nog geen dergelijke uitvinding die in staat is geweest om de opwarming van onze aarde iets terug te dringen. Dat de aarde opwarmt is eigenlijk inherent aan de situatie zoals we die kennen. Wij mensen vragen veel van onze aarde en dat houdt ook soms in dat er soms iets gebouwd moet worden wat misschien op dat moment heel goed is, maar waaruit we later kunnen opmaken dat wat we zoveel jaar geleden gebouwd hebben, dat niet het beste is geweest. Zoals ik net al aangaf, er zijn vele mensen bezig met uitvindingen om onze aarde een stukje beter achter te laten, dan wel de opwarming iets te kunnen vertragen. Vanaf 1978 is dat ook één persoon geweest die daar zich volop voor heeft ingezet. Dat is Anatoly Unitsky. En sinds 1978 heeft hij zijn idee uitgewerkt tot wat we nu kennen in de vorm van Unitsky String Technologies. Dat is overigens een van de vele ideeën die hij heeft. Maar Unitsky String Technologies is waar we het vanavond over gaan hebben. En dat is eigenlijk zijn belangrijkste idee. Dit is Anatoly Unitsky. Dit zijn een aantal foto's van Unitsky in zijn jonge jaren en foto's tot op heden. Verder zie je op de foto's ook al een vrachtwagen die op een stringrail of op een rail staat. Zo is zijn idee ooit begonnen en dat is begin 2000 geweest. Toen heeft hij in een testpark, in Rusland, een vrachtwagen op een rail laten rijden. En daarmee is eigenlijk de eerste daadwerkelijke idee die hij heeft uitgetekend in 1978 tot stand gekomen. En vanaf medio 2000 heeft hij eigenlijk zijn ideeën weten te verfijnen tot de ontwikkeling die we nu allemaal kennen. Dit zijn nog wat gegevens van Anatoly Unitsky. Anatoly Unitsky is voor veel mensen op de wereld nog een onbekende, maar in de Russische regionen is het een heel bekend persoon. Het is een uitvinder, heeft een x-aantal patenten op zijn naam, heeft samenwerking met onder andere de Verenigde Naties, heeft een aantal awards gekregen voor zijn werk dat hij heeft verricht. Dus al met al is het wel een belangrijk en bekend persoon. Op dit moment krijgt Anatoly Unitsky ook steeds meer media-aandacht, ook persoonlijk. Dus langzamerhand in de wereld zien mensen ook wie Anatoly Unitsky is en wat zijn idee is achter, of wat zijn drive is achter zijn idee. Op de foto rechts, of aan de rechterkant, zien jullie hoe zijn idee er ongeveer uitziet. Dit zijn 3D-tekeningen, maar het komt hierop neer dat zijn idee gebruik maakt van het luchtledige. Dus eigenlijk gebruik maakt van het tweede niveau. De begane grond is dat wat we allemaal kennen. Daar rijden de auto's op, daar rijden de treinen op. Op het tweede niveau is veelal lucht. En zijn idee komt er in een korte samenvatting op neer dat hij een transportsysteem wil bedenken dat gebruik maakt van het tweede niveau. Dit zijn een aantal modellen die er op dit moment zijn. Hierop kom ik later terug, maar dit is een korte indruk van waar we het vandaag over gaan hebben. Wat zou Unitsky String Technologies kunnen bereiken en betekenen? Beter leefklimaat voor mensen en natuur. Het terugdringen van CO2-uitstoot, het terugdringen van de opwarming van de aarde. In het verleden zijn er ook al verschillende pogingen getracht om een transportsysteem te ontwerpen dat gebruik maakt van het tweede niveau. Er zijn een aantal systemen op dit moment ook in operationele vorm die dat doen, maar die zijn niet te vergelijken met Unitsky String Technologies. Op de foto linksboven in de hoek zie je ongeveer hoe dat destijds heeft uitgezien.
En op de onderste twee foto's zie je eigenlijk een verkeersopstopping, verkeerchaos. Dit zijn daadwerkelijke foto's, want er zijn steden op de aarde waarbij er sprake is van een dermate opstopping dat verkeer meer stilstaat dan dat het voortbeweegt. De mensen is er natuurlijk verhardend en met onze verhardendheid vinden er van tijd tot tijd ook milieurampen plaats die veel, een hele grote invloed hebben op de natuur. Je kunt daarbij denken aan olietankers die door midden breken, dan wel lek raken of beschadigen, waardoor de liters en tonnen olie de zee instromen, met als gevolg dat de dieren die in de zee leven, denk aan vogels, besmeurd raken onder de olie. Als de hulp daar niet op tijd voor komt, dan leggen deze beestjes, helaas even plat gezegd, het loodje of zullen ze overlijden. Dat is eigenlijk slechts een van de vele voorbeelden wat er op dit moment met ons op onze aarde gebeurt. Wat ik net al aangaf is dat er in het verleden al systemen zijn ontworpen en ontwikkeld waarbij je transport op het tweede niveau kunt hebben. Op de foto's links en rechtsonder zien jullie ongeveer hoe dat eruit ziet. In Duitsland is er een baan die daarvan gebruik maakt en in China wordt op dit moment getest met een baan waarbij eigenlijk de module met de wielen aan de onderkant van de type rail hangt. Wat zou er gebeuren op het moment dat je een weg niet meer gebruikt? Dan zie je op de foto rechtsboven in de hoek dat de natuur deze heel geleidelijk aan en langzaam terugneemt. In dit geval is het de weg in de woestijn en je ziet eigenlijk dat door de wind het zand langzamerhand zijn terrein terugpakt en dat de weg heel geleidelijk aan, maar waar, wordt bedolven onder een laagje zand. Veel mensen vergelijken Unitsky String Technologies ook met een kabelbaan. Dat is absoluut niet te vergelijken. Een kabelbaan maakt, even heel kort gezegd, simpel gezegd, gebruik van meestal twee motoren. Eentje beneden en eentje boven aan een heuvel. En daartussen wordt een kabel gespannen die soms, zoals vele mensen ook wel zullen kennen, die skigondels van A naar B verplaatsen. Onlangs is daar nog een ramp mee geweest in Italië met voor een hele hoop mensen een vreselijke afloop. Maar dit zijn een aantal foto's van hoe dat eruit zou kunnen zien. Ik weet dat je een aantal kabelbanen hebt, waaronder een kabelbaan in San Francisco. Die trekt ook de gondels van boven naar beneden en een omgekeerde variant. Maar dat is niet te vergelijken met Unitsky String Technologies. Unitsky String Technologies is een compleet uniek concept. Dat wil zeggen, Unitsky String Technologies heeft een eigen motor, eigen accu's, die in staat zijn om de modules onafhankelijk van elkaar te kunnen laten rijden. Op de foto's zien jullie twee originele modellen. Deze zijn op het Ecotechnopark in Wit-Rusland genomen en een 3D-tekening van hoe dat eruit kan zien. Ik kan nu al aangeven dat de gondels die jullie op die foto rechtsonder zien, dat is de Unicar U4131 en die wordt op dit moment op het Ecotechnopark ook daadwerkelijk getest. Dit is een doorsnede van ons aardoppervlak, hoe dat er ongeveer uitziet. En meestal als men in de huidige tijdsgeest wil bouwen, moeten ze eerst een heel groot stuk grond egaliseren. Wat er dan gebeurt is dat de dieren die bijvoorbeeld onder de grond leven, en het is in dit geval in de meest letterlijke zin is het op de tekening gezet, maar die raken bekneld, raken bedolven onder de aarde. Als ons aardoppervlak geëgaliseerd is, dan kunnen wij erop gaan bouwen en dan kunnen we er een fundering op maken. Dat is die zwarte balk die jullie daar zien, is een horizontale zwarte balk. Die ligt veelal onder de grond, die zien wij ook niet en die is veelal twee keer zo groot als het daadwerkelijke eindconcept wat er opgebouwd moet worden. In dit geval is het een doorsnede van de spoorrails. Zoals jullie zien, zien jullie ook dat die spoorrails er op de tweede foto op ligt. En die neemt ook wat meters in beslag. Hiervoor moeten heel veel dieren wijken, maar dit is eigenlijk een voorbeeld wat er eigenlijk onder de grond zich afspeelt en wat wij niet in de gaten hebben. Unitsky String Technologies is in staat om heel weinig aardoppervlak te gebruiken en op die manier toch een zo efficiënt mogelijk systeem te kunnen bouwen en te kunnen laten draaien. Op de foto zien jullie zwarte pilaren. Deze
heette in de termen van Unitsky String Technologies Intermediate Supports. En wat Unitsky String Technologies doet, is die legt eerst een kleine fundering aan. Vervolgens creëren zij daar het aantal pilaren wat gewenst is. Tussen de pilaren kan een spanwijdte worden gecreëerd van op dit moment 288 meter. Deze is op dit moment ook onder constructie op het testpark in Shaya. Maar het geeft eigenlijk aan dat Unitsky String Technologies heel weinig oppervlakte nodig heeft van het land. Vervolgens wordt er een kabel gespannen, dat zien jullie ook op de foto's. En wat je op de foto's ook ziet, is dat het aardoppervlak gewoon het houdt de huidige contouren aan. Men spant de kabel. Vervolgens, als de kabel op spanning staat, wordt de kabel losgehaald en wordt de kabel bevestigd aan zogeheten anchor support. En anchor support wil niks meer en niks minder zeggen dan bijvoorbeeld een station. Hier zie je nog een foto van hoe de spanwijdte er ongeveer uit zou kunnen zien. Ik heb net ook al aangegeven dat op dit moment op het Ecotechnopark, op het testpark in Shaya, er een baan wordt gecreëerd waarbij de spanwijdte 288 meter is. Dus iedere intermediate support. Unitsky String Technologies test natuurlijk ook op ontsporingssystemen. Want mocht er een gondel of module ontsporen, dan is de ramp niet te overzien. Dus Unitsky String Technologies kan op dit moment ook al garanderen dat hun systeem wat ze hebben bedacht, dat het niet kan ontsporen. En dat zien jullie op de blauwe foto. Daar zien jullie eigenlijk een klein gedeelte van hoe dat er eigenlijk uitziet, wat normaal gesproken onder de witte kappen zit. Vervolgens zien jullie nog een stringrail, een doorsnede van een stringrail, en hoe dat er van binnen uitziet. Daar is ruimte voor datakabels, voor kabels die de stroom kunnen afnemen. Zowel stroomkabels als kabels om in ieder geval te kunnen zorgen dat de communicatie van de gondels kan plaatsvinden, maar ook dat de energie die de modules opwekken op een zo goed mogelijke manier kan worden afgegeven. Dit is ook nog wat informatie en ook nog dezelfde doorsneden. Unitsky String Technologies kan ook net zoals een huidige NS-trein of een trein van de Belgische spoorwegen voor onze Belgische gasten die op dit moment aanwezig zijn. Die kunnen ze ook aan elkaar koppelen en op die manier ook achter elkaar laten rijden. Maar meestal zijn er losse modules die op een interval van maximaal 2 seconden achter elkaar kunnen rijden. En daarin zijn ze nog in staat door de middel van artificial intelligence technologie om met elkaar te kunnen communiceren. Dit is een doorsnede van een anchor support, van een station. We gaan straks ook lineaire cities zien, die heb ik niet in deze presentatie, maar in feite is het concept exact hetzelfde. De module komt aanrijden, rijdt het gebouw binnen, daarin kunnen mensen op- of uitstappen. De module kan ook de opgewekte energie afstaan voor stedelijk of consumentengebruik. Op de foto rechtsonder zien jullie de drone. Deze drone is in 2018 op het Ecotechnopark in Wit-Rusland gepresenteerd. Op dit moment is deze drone ook in ontwikkeling en zijn de eerste testen ook al uitgevoerd en kan die op dit moment een maximaal gewicht tillen of dragen van 750 kilo. De bedoeling is dat deze naar 1500 kilo gaat, 1,5 ton in vakjargon. En op het moment als dat gebeurt, zal die ook worden ingezet om daadwerkelijk op moeilijk bereikbare gebieden de materialen te kunnen leveren, zodat Unitsky String Technologies toch op elk gebied op onze aardoppervlakte kan gaan bouwen. Dit is een spoor of een kabelbrug en daarlangs zien jullie een kabel van Unitsky String Technologies, een stringrail. Op dit moment staan die pilaren nog in het water, maar zoals ik net al aangaf, er kan een spanwijdte worden gecreëerd van 288 meter en in de toekomst zal dat nog wel meer worden. Maar in feite zou dat dus inhouden voor deze rivier dat je op iedere oever één intermediate support zet. Daartussen span je een kabel en de modules kunnen op de desgewenste hoogte van A naar B rijden. Zonder dat schepen met een lagere diepgang daar hinder van ondervinden of er tegenaan kunnen botsen. Wat af en toe wel eens tegen een brug gebeurt. Dit zijn een aantal typen stringrail. Er zijn er een aantal. Er is een flexible stringrail, dat is de meest onderste.
Het mooie van deze stringrail is dat de module die daarop rijdt volledig zijn eigen energie kan opwekken en kan afgeven. En niet afhankelijk is van hulpbronnen van buitenaf. Dat is eigenlijk, geldt het voor iedere module als ze eenmaal opgestart zijn. Dan hebben ze eigenlijk geen energiebronnen meer van buitenaf nodig. Maar de flexibel stringrail is eigenlijk zo ontworpen dat de modules op een goede manier, op een rustige manier naar boven rijden. Als ze een hoogtepunt hebben bereikt, dan rijden ze op straks in de nabije toekomst op 150 km per uur van de ene intermediate support naar de andere intermediate support. Maar omdat de motor enigszins een klein beetje, om het simpel te houden, op de rem staat, wordt de energie opgewekt die bij het eerstvolgende station ook daadwerkelijk kan worden afgeleverd voor consumentengebruik. Vervolgens zien jullie nog een foto met de doorsnede van een stringrail, hoe dat er van binnen in het echt uitziet. Deze stringrails zijn ook te bezichtigen op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Mocht je ook de kans hebben om daar naartoe te gaan, dan kan ik dat enkel aanraden. Dit is een van de wielen van de Uniflash. De Uniflash is de voormalig high-speed Unibus, is nog steeds hetzelfde model, heeft ze een eigen naam inmiddels gekregen. De energie die wordt opgewekt kan op een efficiënte manier worden opgeslagen en af worden gegeven. En ook de koppelstukken bijvoorbeeld tussen de stringrail, wat we ook kennen bij onze huidige spoorconstructies. Daar zijn onlangs op het Ecotechnopark aanpassingen in gedaan, waarbij je geen overloop meer hebt van de ene spoorconstructie naar de andere spoorconstructie. Dus dat de rit die je straks maakt rustig en geleidelijk verloopt. Dus je hebt geen hinder van hobbels die je af en toe wel eens kunt ervaren zoals je die in een trein hebt. Dit is wat informatie over de aerodynamica van de auto en straks ook tegelijkertijd van Unity String Technologies, de Uniflash. Wat je bij de auto ziet gebeuren is dat de wind aan de voorkant door op een geleidelijke manier onderlangs en bovenlangs gaat en achter de auto ontstaat er een windcirculatie. Deze circulatie kun je zelf ook erkennen en misschien zelfs ook wel eens ervaren hebben. Op het moment dat je een vrachtwagen inhaalt, dan merk je gewoon dat de wind die van de vrachtwagen afkomt, dat jouw auto, dat zeg maar de wind die jij produceert met je eigen auto, dat er een verstoring in komt, om het simpel te houden. Uniflash is zo ontworpen dat de wind zowel voor als achterlangs tot één punt op een geleidelijke manier weer bij elkaar komt. Dus dat de eerstvolgende module die achter de Uniflash rijdt geen hinder zal ondervinden van zijn voorganger. En het meest simpele te houden, een vliegtuig kan niet opstijgen binnen 30 seconden. Een vliegtuig zal altijd even moeten wachten totdat zijn voorganger ver genoeg weg is dat is puur omdat de windcirculaties die in de lucht ontstaan altijd problemen kunnen veroorzaken bij het eerstvolgende vliegtuig wat er achteraan zou moeten gaan. Dit is nog wat meer informatie van de Uniflash. Ik moet dat nog aanpassen. De Uniflash zal binnen nu en niet al te lange tijd ook daadwerkelijk worden getest. De Uniflash heeft 10 kilometer nodig om van 0 tot 500 kilometer te accelereren. Vervolgens 10 kilometer om op topsnelheid van 500 km per uur te kunnen blijven. 5 km heeft hij nodig om van 500 km per uur tot volledige stilstand te kunnen komen. Dit wordt getest. Zodra daar wat meer informatie over beschikbaar is, zullen wij die natuurlijk met jullie delen. Dan zijn er nog wat kleine specificaties van de Uniflash. Dit type kan 6 personen vervoeren. In de toekomst is het niet uitgesloten dat er modules worden ontworpen of ontwikkeld waarbij er meer mensen mee kunnen. Dan zien jullie ook nog een foto van de Unibus U4210. Dit is een model dat wordt gebruikt voor stedelijk gebruik. 12 tot 14 mensen kunnen daarin en heeft een topsnelheid van 150 km per uur. Dit is Anatoly Yunitsky met een patent in zijn hand. Wat ik net al aangaf, hij heeft een x-aantal patenten echt daadwerkelijk op zijn naam. Voor Yunitsky String Technologies, voorheen Skyway, is ook alles gecertificeerd en gepatenteerd. Dat betekent, om het simpel te houden, dat niemand met zijn ideeën er vandoor kan gaan. Dit is het boek wat Anatoly Yunitsky heeft geschreven. Dit is een van zijn eerste boeken. Hierin zie je eigenlijk al op de kaft hoe hij dat voor zich ziet, lineaire cities.
die worden verbonden met zijn transportsysteem, waarbij de woontorens compleet energiezuinig zijn, maar ook gewoon zelfvoorzienend kunnen worden. Dit zijn een aantal patenten die inmiddels op zijn naam heeft. Eigenlijk komen er wekelijks wel patenten uit die aangeven, nou, dit is, heeft Unisci String Technologies ontworpen of verworven. En dit is voor een concurrent niet te gebruiken. Dit zijn nog een aantal certificaten. Veelal vragen mensen van, goh, wat maakt dat Unisci String Technologies in Europa niet van de grond komt, of dat ze in Europa geen trajecten krijgen. Wel, dat is heel simpel. De Europese Unie is op de hoogte van Unisci String Technologies. Zie het certificaat rechtsonder met het ja-vinkje erin. Maar er zijn een aantal concessies afgesproken tussen overheden en bijvoorbeeld treinfabrikanten. En om het meest simpele voorbeeld te geven, een trein van de NS moet minimaal 25 jaar meegaan. Dus dat betekent dat, dat er 25 jaar lang enkel treinen zullen rijden. Vaak worden er binnen die 25 jaar nieuwe onderhandelingen gestart en nieuwe concessies uitgegeven. En dat betekent in feite dat de nieuwkomers zoals Anatoly Junitsky met zijn fantastische idee eigenlijk op dit moment bij overheden niet heel veel voet aan de grond krijgt. De enige overheden die het project volledig ondersteunen, dat zijn de overheid van de Verenigde Arabische Emiraten en nog een aantal overheden. Maar dat heeft ontiegelijk veel tijd nodig en ja, dat is ook een van de redenen dat de ontwikkelingen van Unisci String Technologies nu niet sneller dan snel kunnen gaan. Dit is nog wat informatie over Anatoly Junitsky. Mocht je hier wat meer over willen weten, dan zou ik naar zijn persoonlijke site verwijzen. www.junitsky.engineer. Hierop kun je al zijn informatie terugvinden, dat wat hij heeft geschreven, ontworpen, zijn visies. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dit is de rolling stock van Unisci String Technologies. Ik ga deze rustig met jullie door van boven naar beneden. We beginnen met de Uniwind. Dit is een module voor 2 personen, maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de Unibike. Dat is een module die je zowel daadwerkelijk als fiets kunt gebruiken dan elektrisch. Dit is het eerste model dat is gecertificeerd. En de eerste testen van de Unibike vonden plaats eind 2016. Maximale snelheid is ook 150 km per uur. Dan krijgen we de Unicar T1. Dat is een Unicar module voor 6 personen. Maximale snelheid voor, op 150 km per uur. Dan krijgen we een versie met 3 modules. Ook een Unicar. Plaats voor 18 personen in totaal. Maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de Unibus U4210. Plaats voor 12 tot 14 personen, maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de Unibus U4220T2. Plaats voor 48 personen, maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de, zoals hier nog op staat, de Highspeed Unibus, oftewel Uniflash. Plaats voor 6 personen, maximale snelheid op dit moment 150 km per uur. Let wel, hij heeft op dit moment nog geen 500 km per uur kunnen rijden, omdat de testbaan op het Ecotechnopark in Wit-Rusland daar te kort voor is. Dan krijgen we cargo modules, dat is de Unicont, de bovenste. Die zal een snelheid straks gaan krijgen van 80 tot 120 km per uur. Dat is even afhankelijk van hoe dat precies gaat lopen en wat de klant wil en wat er mogelijk is. Dan krijgen we de Unitruck. Er is een versie, een dubbele versie en een enkele versie. De enkele versie wordt op dit moment getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Het is een bulk module, kan zand, grind, stenen voer, je kunt het zo gek niet bedenken. Ook afval, daar komen straks ook wel trajecten voor, zoals ik dat heb gelezen en heb gezien. Maximale snelheid ook tussen 120 of 150 km per uur, even afhankelijk. Dan krijgen we daaronder de Unitrans. Ook deze baan is op het Ecotechnopark in Wit-Rusland in gebruik. Deze baan zal straks ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd bij overheden of bij bedrijven die bijvoorbeeld in mijnen of in moeilijk begaanbaar gebied rijden of werken, zodat vrachtwagens niet meer zich in tichtbochten en wegen hoeven te wringen en geen levensgevaarlijke capriolen meer hoeven uit te halen om bij de mijn of weer op een veilige weg uit te komen.
Dan is er nog een module, daar is niks over bekend. Hij maakt wel gebruik van dezelfde baan als de Unilight. Heeft ook dezelfde modules als die, modules aan de bovenkant hangen die de Uniwind ook heeft. In dit geval hangt er een zandzak aan. Wat dat model gaat doen, geen idee. Het is er wel, het is gepresenteerd op het Ecofest van 2019. Mocht hier meer informatie over naar buiten komen, dan delen wij die natuurlijk ook met jullie. Het model wat er hier nog niet op staat, dat is de Unilight. Dat is een model dat is ontworpen voor toeristisch gebruik. Naast het Ecotechnopark in Wit-Rusland is een heel groot vakantiepark verrezen. En het eerste traject wat er gaat komen is een traject van 1125 meter lang. Dit traject heeft Unitsky medio het Ecofest van oktober zelf bekendgemaakt. En de Unilight zal daar, in worden gebruikt. Omdat hij mensen met vishengels of met bagage op een gepaste snelheid van A naar B kan vervoeren. Dit zijn nog wat specificaties over Unitsky String Technologies in vergelijking met ons huidige transportsysteem wat we kennen. En je ziet eigenlijk dat Unitsky String Technologies keer op keer de goedkoopste is. Dit zijn geen rekenmodellen. Dit zijn ook daadwerkelijk gewoon getoetste en geteste modellen. Omdat je in dit stadium waar Unitsky String Technologies zich nu bevindt, het niet meer kunt permitteren dat je rekenmodellen gebruikt die niet zijn getoetst. Dit is nog wat informatie over Unitsky String Technologies. Ik ga het niet voorlezen, maar lees het even heel rustig door. Dan gaan we zo rustig naar de volgende pagina. Mensen vragen mij ook vaak van, goh, wat gebeurt er nu als er een module van Unitsky String Technologies pech krijgt onderweg? Nou, er zijn eigenlijk tig oplossingen die het bedrijf heeft ontworpen. Ook door middel van het gebruik van Artificial Intelligence. In de afkorting is het AI. En een van de oplossingen die ze ons hebben gedemonstreerd op het Ecofest van 2019 was dat ze eerst een module naar boven hebben laten rijden. Die hebben ze in het midden van de baan tot stilstand gebracht. Vervolgens is er een andere module heen gereden, heeft zich automatisch aangekoppeld en heeft op die manier de mensen die in de andere module zaten veilig kunnen terugbrengen naar het eerste opstapstation. Dit is een van de vele mogelijkheden die is bedacht om tegengaan van een ramp, om dat voor te kunnen zijn. Daarnaast zijn alle modules van Unitsky String Technologies uitgerust met 3 tot 4 extra hulpmotoren. Dus dat is gigantisch om er toch zorg voor te kunnen dragen dat mensen op een veilige manier van A naar B kunnen komen. Dit is een foto ook genomen op het Ecotechnopark en je ziet hier eigenlijk boven de Uniflash, schuine streep voormalig High Speed Unibus. En je ziet daaronder de Unibus U4220T2. De module of de stringrail van Unitsky String Technologies bepaalt dit type kan zowel onder als bovenlangs gebruik van worden gemaakt. Prioriteitsstellingen van Unitsky String Technologies. In 2014 is men begonnen met het ontwerpen van stedelijk transport. Dus transport dat is gericht op openbaar vervoer. Maar in de loop der jaren is de vraag van passagiersvervoer langzamerhand naar goederenvervoer gedraaid. En dat wil niet zeggen dat het passagiersvervoer nu op een laag pitje staat. Totaal niet. Want bijna alle modules van Unitsky String Technologies voor het passagiersgedeelte zijn gecertificeerd en kunnen ook daadwerkelijk worden uitgerold. Het enige model wat niet is gecertificeerd is de Uniflash. Op dit moment zijn ze bezig om de Unicont klaar te stomen, zowel voor Wit-Rusland als voor het testpark in Shaya. Die zal binnen niet al te lange tijd ook daadwerkelijk getest gaan worden. De bouw in Shaya gaat voortvarend, daar zien jullie zo'n aantal foto's van. Maar je ziet eigenlijk dat op dit moment er een inhaalslag is gemaakt op het gebied van vrachttransport. Omdat de consument nu eenmaal veel meer bestelt en dat er eigenlijk veel meer vrachtpasseringen plaatsvinden dan passagierspasseringen. Het geluid van Unitsky String Technologies is eigenlijk plat gezegd te verwaarlozen.
Een aantal, de meeste modules hebben een maximaal decibel wat ze produceren van 80 decibel. Dat is niks in vergelijking met een huidige trein van de Nederlandse spoorwegen. Daarbij, als de Uniflash op 500 km per uur voorbij komt, rijden, razen, zo je wilt, dan valt het geluid niet tot nauwelijks op, omdat voordat je het geluid hebt gedetecteerd, het model ook alweer voorbij is. Zoals ik net al aangaf, hebben ze onlangs ook aanpassingen gedaan op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Ze hebben een aantal isolatiepunten aangelegd, een aantal punten gecreëerd waarbij ze op een nog efficiëntere manier de stroom kunnen aftakken. De stroomsplitsingen zijn ook gescheiden, er is een A- en een B-kant. Dat is allemaal gedaan om de technologie van Unitsky te kunnen perfectioneren en te kunnen verbeteren, waardoor ze ook gewoon straks beslagen ten ijs de markt op zullen gaan. Dit zijn nog een aantal 3D-tekeningen van hoe Unitsky String Technologies eruit ziet. Op de foto, meestal aan de linkerkant, zie je Unicont en daaronder hangt een passagiersmodule, Unibus U4210. Zo zou het er in de nabije toekomst uit kunnen zien. Ik kan jullie ook al vertellen dat op deze manier straks zal worden getest in Sharjah. Dus zowel boven als onderlangs zal er worden getest en dat zal ook gebeuren in Wit-Rusland. Dan is er een module voor, of er zijn er modules die gaan over water. Unitsky String Technologies is ook bezig met seaports, havens, om dat klaar te stomen, omdat daar ook vraag naar is. En dan is er nog een foto waarbij je ook weer transport over land ziet. En dat zal straks ook in de nabije toekomst daadwerkelijk het geval zijn. Unitsky String Technologies heeft op verschillende beurzen gestaan. De InnoTrans is de meest recente van 2018. Daarop is ook de High Speed Uniflash, of de Uniflash, Highspeed Unibus, excuus. Uniflash is gepresenteerd aan het grote publiek. Mensen wisten niet wat ze zagen, omdat het een compleet revolutionair ontwerp is. De meeste innovativiteiten zijn gebaseerd op bestaande ontwerpen. Een trein had al 8 wielen en daartussen zat een, zoals ze dat in treinland noemen, een bak, dat noemen is gewoon een wagon. En die wagon is of misschien een beetje gemoderniseerd met nieuwere stoelen, USB-poortjes om je telefoon op te laden, nieuwe displays voor de machinist, maar tot daar gaat het. Unitsky String Technologies heeft eigenlijk alles van scratch, van de tekentafel, ontworpen tot een compleet nieuw geheel. Dus ieder schroefje wat daarin zit is ook een uniek schroefje. En dat je niet zelf zult tegenkomen in een ander systeem wat wij kennen. Dit is het motorwiel. Een van de meest grootste geheimen van het bedrijf. We zien het van de buitenkant. We zien niet wat erin zit. De daadwerkelijke werking. Wordt ook niet heel veel over gecommuniceerd. Is alleen maar goed. Maar dit is hoe het er ongeveer uitziet. En dan zie je eigenlijk hoe klein dat is. En normaal gesproken is dit hetgeen wat ook onder de witte kap zit. En dat ook over de rails zal rijden. En door de staal op staal wrijving ontstaat er een energie die vrijkomt. En die wordt opgeslagen in de accu's. Dit is het hoofdkantoor van Unitsky String Technologies. Onlangs hebben ze een nieuw kantoor betreden. Het huidige kantoor voldeed niet meer. Daar groeiden ze uit. Er wordt in Wit-Rusland gigantisch hard gewerkt om voor ons alles zo goed mogelijk klaar te krijgen. Zodat het ook in de Emiraten kan worden getest en desnoods kan worden gefine-tuned. En dat het meest van het voorbereidende werk gebeurt in Wit-Rusland. Dit is een van de fabriekshallen in Wit-Rusland. Hier wordt geproduceerd. Hier is inmiddels ook een nieuw gebouw aangekoppeld om de productiecapaciteit te kunnen vergroten. Er is veel meer vraag dan dat ze nu aankunnen. Wij zien nog heel weinig, maar in de nabije toekomst zul je ervaren dat de productie die ze nu in Wit-Rusland doet, dat wordt verhoogd en dat dat op die manier ook kan worden uitgerold om op die manier zo goed efficiënt mogelijke manier de markt te kunnen voorzien van het product waarvan wij nu mede-eigenaar zijn, mede-investeerder zijn en wat we allemaal een warm hart toedragen. Dit is het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Het is een voormalig tankterrein.
Op de foto linksboven zie je ongeveer hoe dat ze het hebben gekregen. Je ziet daar een 3D-tekening van hoe het zou worden. Vervolgens zie je op de grotere foto hoe het nu is. Ik gaf net aan dat Unitsky Strict Technologies ook een vakantiepark heeft gerealiseerd. Is ook onderdeel van de holding van Unitsky Strict Technologies. Wij zien daar niet heel veel van. Wil je de beelden van zien, moet je even op Instagram kijken. En dan kun je het terugvinden onder de naam Unitsky Club. Voor de lokale bevolking en ook voor de internationale bevolking is het een mogelijkheid om even te kunnen recreëren, te kunnen vissen. Zoals Anatoly Unitsky zelf heeft aangegeven, medio oktober, tijdens het online Ecofest, zal het eerste traject daarlangs verrijzen. En op die manier toeristen van de weg aan de voorkant, die jullie enigszins een beetje onder het ecopark zien liggen, dat ze op die manier de toeristen naar de vijver kunnen brengen. Ik zeg het even heel globaal, natuurlijk niet in de vijver, maar daarbij zal er een nieuwe halte verrijzen, waardoor men op of in kan, of uit of in kan stappen. Dit zijn ook nog wat foto's van het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Je ziet de Unicar U430T1 aan de rail hangen. Deze wordt op dit moment ook daadwerkelijk getest. Niet alleen uit de kast gehaald op het moment als er mede-investeerders zijn of dat er mensen zijn die de technologie willen bekijken. Nee, hier worden daadwerkelijk dagelijks testen gedaan en al die, alles wat er vrijkomt wordt weer opgeslagen en gebruikt om het model nog beter te optimaliseren. Je ziet ook een foto van de Uniwind, ook deze wordt getest. Samenwerking. Unitsky Strict Technologies heeft tal van samenwerkingen met grote bekende en onbekende bedrijven. Voor onze Belgische mensen onder ons, dit is BKaart, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik blijf stoeien met de naam, dus excusez. Maar dit is een Belgisch bedrijf en zij hebben staal geleverd aan het testpark in de Emiraten. Op dit moment ligt dat iets stil, maar dat heeft te maken met de huidige pandemie. Maar de planning is wel dat het weer wordt opgestart en wordt hervat. Dit zijn nog een x-aantal andere samenwerkingen. Voetstapprint en dan hebben we ook nog een samenwerking. Die heb ik hier niet bij, maar dit is met Dassault Systèmes. Dassault Systèmes is een hele bekende wereldwijde speler die onder andere produceert voor de vliegtuigindustrie, is een Frans bedrijf. En mensen vragen zich wel eens hardop af van, goh, Unitsky Strict Technologies, zo is dat ook vaak door heel veel mensen betiteld. Het gaat er niet komen, het is allemaal nep. Ik kan jullie dit als een stukje site-informatie meegeven. De eigenaren van Dassault Systèmes behoren tot de 25 rijkste mensen ter wereld. Dus het is even als een kleine zijstraat, maar weet dat Unitsky Strict Technologies dus tot ver boven onze, dat wij kunnen zien en weten, wordt ondersteund door mensen die dit project zien zitten. Dan gaan we van Europa gaan we naar de Emiraten en dan gaan we langzamerhand naar Sharjah. Op dit moment gebeurt er heel veel op het testpark in Sharjah. Ik moet eigenlijk zeggen het Unitsky Strict Technologies R&D Center in Sharjah. Het Eco House, het houten huis, is inmiddels helemaal af. De eerste lijn van 400 meter is operationeel. Op dit moment wordt eraan de vierde en derde lijn gebouwd. Intermediate supports staan al. Enkele supports, tussen aanhalingstekens de stations, zijn in aanbouw. Dus ook de bouw in Sharjah gaat voortvarend. Dit is een maquette, 3D-tekening van hoe dat eruit ziet. Wat ik net al aangaf, een aantal gebouwen staat al. Een aantal gebouwen zal binnen nu en niet al te lange tijd daadwerkelijk verrijzen. Ondanks de pandemie is het werk bij Unitsky Strict Technologies gewoon doorgegaan. Misschien niet zo snel als dat we hadden gehoopt, maar het is niet tot stilstand, gekomen. Ook de samenwerkingen met bijvoorbeeld de Sult Systems lopen door, Beckaert, daar loopt de samenwerking ook mee door. Alleen ja, sommige bedrijven zijn natuurlijk ook met handen en voeten gebonden aan restricties die door de overheid worden opgelegd. Dus dat is geen onwil, absoluut niet. Maar desondanks
gaat de productie van en de bouw binnen ons bedrijf, binnen het bedrijf van Unitsky String Technologies, gewoon door. Dit is de lijn van 400 meter. Dit is toen hij nog enigszins in aanbouw was. Dit zijn de eerste meters van de Unicar U4-430 Tropical Version. Dus daar staat een T'tje voor. Die zijn in 2019 heeft hij de eerste meters gemaakt. Inmiddels is hij gecertificeerd en worden daar overheidsfunctionarissen en journalisten op dit moment mee vervoerd om ze een geweldige, onvergetelijke ervaring mee te kunnen geven. Dit is een van de lijnen die op dit moment een aanbouw is. Op de achtergrond zie je het houten ecohuis. Die is af. En je ziet, dat is een foto van een paar weken terug, maar een van de enkele supports die in aanbouw is. Inmiddels is het gebouw uit de grond verrezen. Staat het in de stijgers en zal het nu langzamerhand worden afgemaakt. Er zijn ook een aantal foto's van de gebouwen die inmiddels af zijn. Je ziet het houten ecohuis met een boompje aan de voorkant, met een rotonde. Je ziet een gebouwtje voor de technische dienst. Een van de andere enkelsupports is al iets verder, dus die is al iets verder af. Die zien jullie op de foto linksonder. En vervolgens zien jullie een ander gebouw waarvan ik nu op dit moment de functie niet weet, maar dat is ook af. En zo zijn er eigenlijk al zowel boven als onder de grond, zijn er al tig gebouwen dan wel funderingen gelegd en af. Ook het testen gaat door, zowel het passagiersgedeelte als het vrachtgedeelte. Op de foto's aan de linkerkant zien jullie de container en op de foto's aan de rechterkant zien jullie het Unicar U430 Tropical Version. Dat is een VIP-versie die ontworpen is voor de Sheikh van Sharjah. Dat is een ontwerp dat heel persoonlijk is geweest. Er zijn versies die ook daadwerkelijk zijn afgekeurd. Uiteindelijk heeft deze versie het gered omdat de Sheikh hier zijn goedkeuring aan heeft gegeven. De Sheikh van Sharjah is ook persoonlijk betrokken bij Unitsky String Technologies. En houdt vanuit zijn visie en zijn mensen ook daadwerkelijk een oogje in het cel. Data die op dit moment vrijkomt door het testen van zowel het cargovervoer als het passagiersvervoer, wordt ook gebruikt om straks de grote versie van bijvoorbeeld de Unicont en de speciale versie van de Biro Unibus voor meerdere personen te kunnen gebruiken, waardoor ook straks die modules nog beter getest kunnen worden in de Emiraten. Toekomst Dubai. Mensen zijn er ook nieuwsgierig naar. We weten allemaal dat Unitsky String Technologies ook al op verschillende shows heeft gestaan, waaronder de Government Summit, Future Show en nog een aantal tentoonstellingen. Unitsky String Technologies maakt op dit moment ook nog gewoon deel uit van de visie van de Sheikh. Ik moet daar wel een kleine kanttekening bij zetten. De autoriteiten van Dubai hebben een vraag uitgezet, een zogeheten bid. Met een hele simpele vraag: wie kan ons een transportsysteem leveren waardoor wij op een nog efficiëntere manier mensen kunnen transporteren van A naar B en wat ook energiezuinig is, want de Emiraten, ook al pompen ze nu nog heel veel olie uit de grond, maar ook de Emiraten zijn bezig met een inhaalslag om langzamerhand steeds groener te worden door middel van gebruik van zonnepanelen die in de Emiraten uitermate tot hun recht komen. En daarbij wilden ze ook een transportsysteem hebben wat binnen hun visie past. Nu zijn er drie bedrijven, ik ga ze noemen. Dat is Beamcar uit Engeland, dat is Skytrain uit Amerika. En dat is natuurlijk onze eigen Unitsky String Technologies. Niet bang worden, Unitsky String Technologies heeft de beste papieren. Beamcar is een concept, heeft niks. Skytrain is ook een concept, heeft niks. Maar goed, als overheid moet je nu eenmaal gewoon soms een vraag uitstellen of uitzetten waar meerdere bedrijven op kunnen reageren. Om op die manier geen rechtszaken aan je broek te krijgen. Wat zou kunnen impliceren dat er onder de tafel bepaalde dingen al zijn afgesproken. Dus drie bedrijven hebben zich erop ingetekend. Unitsky String Technologies heeft de beste papieren. Is ook op dit moment nog steeds regelmatig te zien in video's die worden vrijgegeven door de RTA. Daar zie je ook gewoon onze eigen modules in. Ik praat even in de onze vorm.
En ook de ruler van Sharjah, de sheik van Sharjah, ondersteunt het project persoonlijk. En je zult straks zien dat langzamerhand Unity String Technologies toch wel heel ver is. Dit is nog een 3D-tekening van hoe dat er ongeveer uitziet. Je ziet Unity String Technologies boven het wegdek. Je ziet de auto's rustig rijden. En daarboven de modules van Unity String Technologies rustig kunnen rijden. Waar staat het bedrijf nu? Wat ik al aangaf, het eerste testpark in Wit-Rusland is af. Inmiddels worden daar ook nieuwe testbanen gecreëerd. In de Emiraten is de 400 meter lijn is af en operationeel. Het houten ecohuis is af, ook operationeel. Wordt ook gebruikt om delegaties te ontvangen. Uniflash moet worden getest. De ontwikkeling gaat nog steeds voortvarend. Dus al met al, ze zijn eigenlijk langzamerhand klaar om nieuwe stappen te gaan zetten. En die gaan ze ook zetten. Waarom investeren mensen hierin? Ieder van ons heeft zijn eigen reden waarom hij of zij meent, vindt, denkt Unity String Technologies te kunnen ondersteunen. Dat is voor ieder voor zich. Ik kan alleen maar aangeven, dit is een hele unieke kans. Gaat niet meer terugkomen. Dat zullen meer mensen zeggen met andere opportunities, maar daar zit ik hier niet voor. Dit is een hele unieke kans, waardoor je toch op een goede manier iets kunt teruggeven aan onze aarde en op een hele mooie manier iets kunt nalaten aan onze opvolgende generaties, dus aan onze kinderen, aan onze kleinkinderen en diens nakomelingen. De voordelen, ik heb net al een aantal voordelen genoemd. Er zijn eigenlijk tal van voordelen niet te bedenken. Efficiëntere manier om mensen van A naar B te vervoeren. Beter leefklimaat creëren voor mens en natuur. De natuur een stukje ademruimte te geven. Meer natuur te creëren voor flora en fauna. Dat ook de natuurlijke habitat in sommige situaties kan herstellen. Ik gaf net ook al aan aan het begin van mijn presentatie dat ik een professioneel gebruiker ben van de applicatie AdvaHunter. Dit zijn een aantal foto's die gemaakt zijn met de technologie Augmented Reality. Om het heel simpel te houden, Augmented Reality staat het ons toe om door middel van onze eigen smartphones of tablet een foto te kunnen maken waarbij je eigenlijk een module of een stringrail in het beeld kunt zetten. Dat rijdt dan ook daadwerkelijk en op het desgewenste moment je daar een foto van kunt maken, die je ook gewoon kunt laten zien aan mensen die nog niet zo heel erg bekend zijn met het concept van Unity String Technologies. Ik kan er wel bij vertellen dat deze technologie er mede voor heeft gezorgd dat een aantal ontwikkelingen die wij nu al reeds hebben gezien, tot stand zijn gekomen en dat ook een aantal ontwikkelingen die in de toekomst staan te gebeuren, tot stand zullen komen. Dit zijn ook nog wat foto's in de augmented reality. Om geen misverstanden te creëren. Ik ben een gebruiker. Ik ben een professioneel gebruiker. Ik ben wel onderdeel van het bedrijf in zoverre dat ik een beta-tester ben. Dat betekent dat ik de applicatie test op eventuele bugs en oneffenheden of situaties die niet kloppen. Maar ik ben verder rest niet een persoon die daar op de loonlijst staat, om het heel simpel te houden. Ik ben wel aanspreekpunt voor de mensen die Engels of Nederlands spreken. Ik communiceer dat met de mensen, in dit geval in de Oekraïne. En dan proberen we altijd tot een zo goed mogelijk antwoord te komen. En inmiddels staat er ook een nieuwe update op stapel die getest moet worden. En die ik binnen nu en niet al te lange tijd ook daadwerkelijk zal testen. En die foto's ga ik ook met jullie delen. Kan ik hier ook in participeren? Ja, dat is voor ieder verschillend. Mocht je nieuw zijn in deze technologie voor het eerst zien, dan raad ik je even aan om contact te zoeken met je upline. Hij of zij zal prima in staat zijn om je de alle ins en outs zo goed mogelijk te vertellen. Mocht dat niet het geval zijn, dan is er de mogelijkheid om met mij, O'Kerriage, die nu spreekt, of Nettie Sommers, even contact op te nemen. En wij zullen ook gewoon aangeven
hoe het verhaal goed in of hoe het verhaal werkt en wat je wel of niet zou kunnen doen. Laten we het samenvatten. Ik denk dat ik dat net al een paar keer heb gedaan. Beter leefklimaat voor mensen en natuur. Schonere transportsystemen. Ik kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. In mijn optiek zit hier geen negatief stuk aan. Sommige mensen zullen wel nu gaan roepen van ja, voor mij is wel negatief, want ik moet heel lang wachten. Daar kunnen we niks aan doen. Ik kan alleen maar aangeven, als je verdiept in de technologie, als je verdiept in de regels die overheden, bedrijven eigenlijk opleggen, dan zul je ook langzamerhand kunnen begrijpen dat een bedrijf van dit formaat niet sneller dan snel kan gaan en dat dat eigenlijk alleen maar geholpen is bij bedrijven en overheden die het concept van Anatoly Yunitskiy zien zitten en die met hem mee willen denken. Volop media-aandacht. Dit zijn wat oudere berichten. De afgelopen weken is er letterlijk een tsunami ontstaan van media-aandacht. Dat wil zeggen, Arabische media heeft gerapporteerd over Yunitskiy String Technologies. Media uit India heeft bericht over Yunitskiy String Technologies. Het is op de Roemeense tv geweest, onlangs op de Duitse televisie, op de Italiaanse televisie. In Engeland heeft het al een aantal sites gehaald. Dus ik kan het zo gek niet bedenken. En ja, vandaag is er ook weer een golf vrijgekomen met fantastische mediaberichten. Dit is Oleg Seretsky. En wat ik net al aangaf, hoe ver is Yunitskiy String Technologies daadwerkelijk? Je ziet op de foto rechtsonder, en ik hoop dat het een beetje te lezen is, een koersbord. En daarop zie je dat alle emiraten staan aangegeven. Dit zijn foto's. En ik kan het meest simpele wat ik jullie kan nu uitleggen is, doe je hand voor je ogen en open één vinger of open een ruimte tussen twee vingers en kijk zo naar de foto. Meer zal ik niet zeggen, maar kijk op die manier naar de foto. Alles wat je hier ziet zal straks daadwerkelijk effect hebben op wat wij gaan zien. Dit is een routevoorstel dat Yunitskiy String Technologies heeft gedaan. Onlangs is er een nieuwe site online gezet. Dit is een officiële presentatie die is gedaan voor de Emiraten. Ik kan je enkel vertellen dat er ook een roadmap bij staat. En dat ze op dit moment achter de schermen in onderhandelingen zijn. En dat de ontwikkelingen voortvarend gaan zijn. Dit is een route die gaat van de haven in Dubai naar allebei de luchthavens van weerskanten. En op die manier zouden ze containers van A naar B kunnen vervoeren op een efficiëntere manier. Dan is er ook nog een routevoorstel gedaan dat loopt van Abu Dhabi tot aan Sharjah. Ik kan enkel aangeven dat de eerste routevoorstellen al teruglopen vanaf 2002. En dat het voorstel wat toen is gedaan exact het voorstel is wat nu in de presentatie is verwerkt. Dus zo lang gaan de contacten tussen Anatoly Yunitskiy en de Emiraten al terug. Of zover gaan ze terug. Veel verder als dat wij in de gaten hebben. Investeringen naar de 15e stage. We zitten op dit moment in stage 14.2. Zeg ik dat goed? Ja, zeg ik goed. 14.2. Na de 15e stage zullen wij ook de mogelijkheid nog hebben om te kunnen participeren en te investeren in dit project. Dit zullen investeringen zijn door middel van de tokens die onlangs bekend zijn gemaakt en andere investeringen. En die worden binnen nu en niet al te lange tijd met ons gedeeld. Ik kan er nu nog niet heel veel over zeggen, omdat de informatie die wij nu hebben als communicatiegroep te summier is om dat op een goede manier aan jullie mee te geven. Want een van de belangrijkste prioriteiten voor ons is dat de communicatie die wij vrijgeven voor jullie zo te volgen is dat jullie daar rust in hebben. En niet dat jullie door één zin 100 vragen krijgen waar eigenlijk op dit moment nog geen antwoord op is. Wat ik net al aangaf, een tsunami van mediaberichten. Ik heb deze even iets verder in mijn presentatie naar achter geschoven. Vandaag of onlangs heeft CNN ook een bericht geplaatst over Yunitskiy String Technologies. Dat was afgelopen vrijdag. Daar heeft een reporter met een bekende naam, ik kom even niet op haar naam, heeft daar ook bericht over gedaan. Heeft daar ook een recensie over geschreven.
Dit bericht heeft ervoor gezorgd dat er gisteren en vandaag zijn al die berichten met ons gedeeld, maar dat Uniski String Technologies in de Verenigde Staten bijna op iedere grote televisiezender is geweest. Ik heb deze video's ook allemaal stuk voor stuk, één voor één gedeeld op de Facebookgroep en een aantal in de Skypegroep. Je kunt ze terugkijken, CNBC, ABC, Fox News, je kunt het zo gek niet bedenken, hebben allemaal bericht over Uniski String Technologies. Amerika is wat dat betreft een apart land. Ook de verslaggevers, de commentatoren, wisten niet zo goed wat ze eigenlijk zagen. Maar waren eigenlijk in hun becommentariering wel gigantisch onder de indruk. Dus zo zie je eigenlijk wat één zet van bekende nieuws site zoals CNN, wat het teweeg kan brengen. Nieuwe sites, zoals ik net al aangaf. Er zijn twee nieuwe sites. De eerste is www.uskytransport.com. Dit is ook onderdeel van Uniski String Technologies. Deze site is gelanceerd vanuit de Emiraten. Hierop kun je heel veel informatie vinden. Ook de informatie die ik net heb aangegeven aangaande het media, de media berichtvorming. Dus kijk daar rustig op. Het is een fantastische site eigenlijk, heel overzichtelijk, heel behapbaar. Niet ellenlange teksten, maar gewoon hele compacte teksten. Ook de presentaties staan erop, waarbij je kunt zien wat het bedrijf heeft aangeboden. Ook bijvoorbeeld voor Egypte, aangaande het Suezkanaal, door dat schip wat daar onlangs vast is gelopen. Daarvoor hebben ze ook een voorstel gedaan. Het is eigenlijk een gigantische reus in wording, kan ik wel zeggen. En die zijn klaar om de markt ook dit jaar te gaan betreden. En dat zul je straks ook zien, mocht je de berichten gaan teruglezen, dan zul je ook horen dat medio 2023 en 2024, ze verwachten dat de eerste commerciële trajecten operationeel zijn. Dan is er ook nog een tweede site gelanceerd voor de tokens. Kijk daar ook even rustig op. Dat is een site waar de informatie iets groter is. Ook de informatie die van deze site af gaat komen, zullen wij de komende weken zo goed mogelijk met jullie gaan delen. Dit zijn de bekende sites. De eerste is van SkyWorld Community. De tweede is van ook Anatoly Unitsky, of de derde is van Anatoly Unitsky zelf. De tweede is van Unitsky String Technologies in Wit-Rusland. Iets andere site als die van Shayan, maar wel van dezelfde organisatie. En vervolgens is de onderste site onze eigen Facebookgroep. Daarop deel ik eigenlijk dagelijks alle berichten die worden vrijgegeven door het bedrijf, door media instellingen. Die deel ik zo goed en zo kwaad mogelijk met jullie, omdat ik het van groot belang vind. En dat vinden wij namens de gehele communicatiegroep, dat jullie rust hebben in de investering die jullie hebben gedaan. Komt het goed? Absoluut. Heeft het tijd nodig? Het heeft helaas maar waar iets meer tijd nodig. En dat is niet erg, want hoe meer tijd, hoe beter dat is voor de ontwikkeling. Dit zijn de contactgegevens van Nettie Sommers en degene die nu de webinar inspreekt, Earl Kerridge, dat ben ik. Mochten jullie vragen hebben, schroom niet om even met ons contact op te nemen. Wij proberen zo goed en zo kwaad mogelijk al jullie vragen op een efficiënte en snelle manier op te lossen. Mocht het een vraag zijn die iets meer tijd nodig heeft, dan zullen we dat ook aangeven. Maar we streven er eigenlijk naar om van de 100 vragen die we krijgen ook daadwerkelijk alle 100 te kunnen oplossen. Sommige gaan snel, sommige gaan wat minder snel. Ik ben hierbij aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik wil jullie vanuit mijn kant hartelijk bedanken voor jullie aandacht, inzet en aanwezigheid. En dan wil ik hierbij ook nog meteen zeggen, aanstaande zaterdag is er een presentatie voor de zomerstop in Zeeland, in Sint-Annaland. Er zijn nog een x-aantal plaatsen beschikbaar. En Nettie Sommers en ikzelf nodigen jullie bij deze ook van harte uit om even langs te komen. De presentaties die wij daar doen zullen iets andere presentaties zijn. En daar is ook ruimte voor vragen en even tot een persoonlijk gesprek. Dus mocht je tijd hebben, je bent van harte welkom op de presentatie. En wij zouden het fantastisch vinden om jullie aanstaande zaterdag te mogen begroeten. Ik wens jullie nog een fijne avond en vanuit een rustig Nijmegen
wens ik jullie alle goeds toe.